Europa is om te kijken wat is het beste. Want het is natuurlijk toch een hele grote kwaliteit om dat te gaan doen. Applaus voor de dealer. Sirius Aircraft en natuurlijk ook mijn makelaar. We hebben het team gehad van Holowesca Citadel en ook het rally.
Stil! Aan. Het is Van Schip die aan de zijkant brengt. Kaapende probeert te verrassen. Kaapende aan de linkerkant die voorbij vroegen. Kaapende, Kaapende van Schip, Van Schip, Van Schip. Kaapende van Schip, Van Schip, Van Schip. Oh, hij gaat het niet doen, Van Schip. Oei, 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 oei. De bal van Roodbot. Hij brult hier de hele kerk door rond. Erdeman, hij was een van de meesters die de mond in het kruid van Pisten steken. Nee, hij komt hier op een vijfde positie binnen. Van het Zeg Racing Team is dat hier de man die over de meet komt. En dat is niemand minder dan gekoers natuurlijk. Heel erg sterk gereden. We hadden hier ook een eervolle vermelding natuurlijk voor de man van het team op een geweldige manier gekoerd. En hier hebben we naar een valpartij. Het was Taco van der Hoorn die binnen de eerste 10 voorultieme spurt. Hier wordt gewonnen door niemand minder dan Joey van Rey, die uitstekend heeft gekoerd natuurlijk. Schip hier gewonnen heeft weer Jeroen Meijers van Slik, 8e, 9e, Martijn van den Berg, Taco van den Hoorn, 10e en 11e, Floris Schetsen, ook Jasper Okkeloen en Ryan Anderson en Joey van Rey binnen de Daan. Nee, het wordt hier niet door Vlasman gereden, het wordt door Matt Knowles van Canyon Iceberg, from Great Britain, he is on the 20. Martijn Budding, ja, daar zie je met een glimlach 40 hier binnenkomen met veel jongens die ze van het Metec binnen zien komen. De Drelly Team overwinning opeisend met Justin Timmermans, vorig jaar nog 8e. Hier in de Slag om Norg onderweg pech gehad. De 40-50 die hier binnenkomen over de meet, als we ook de mensen van het, als we hier Matthias van Gompel hebben. Destiel die hier wordt binnengehaald door Nahorn Dessalen. Ja, helemaal niet nodig. Hoe moest jouw slag worden vandaag, hè? Ja, zeker. Ik had een grote cirkel. En ik heb niet heel vaak geprobeerd, want het ging best wel hard. Maar ik had wel een mooi sprintje. We beginnen met de nummer 3. Rick van Breda van Boekitaal. Hij een van de aanzichters met Eduardo Affini. De Italiaanse kampioen bij de belofte. Oh joh, joh, wat heeft die man volgehouden. 17 kilometer was hij al aan de gang. Hier op de derde klas. Wat een klasbak. Deze Rick van Breda. En ik heb Roy Kalpetter. Die was goed in de sprint. Want hij was not as good as he hoped to be. Die was de beste leven. De allerbeste vandaag was niemand meer. Come on.